kijken we naar Get the Picture en vandaag hebben we de kast gevuld met 2000 gulden. Er zijn natuurlijk kandidaten uitgenodigd die hierom gaan strijden. En die ga ik nu aan u voorstellen, die kandidaten. Helaas kan deze Amsterdamse door omstandigheden niet meer werken, maar hierdoor heeft ze wel genoeg tijd over om andere leuke dingen te doen. Een goed voorbeeld hiervan is lekker eten en ze heeft dan ook de beste kok in huis, want haar vriend kan de lekkerste Turkse gerechten op tafel zetten. Vanavond staat ze in Get the Picture, Ineke Klaasinga. Hi Ineke. Dag Paula. Gezellig dat je er bent. Dankjewel. Jij woont in Amsterdam. Ja. Maar je komt eigenlijk uit Friesland, hè? Ja, geboren en getogen. En op een gegeven moment afgezakt naar Amsterdam en daar gebleven. Zo kan je het zeggen, ja. Ja. Jij bent ook een cursus nu aan het volgen, hè? Want je bent een tijdje qua werk uit de relatie geweest. Ja. Maar je bent nu weer begonnen. Ja, ik wil weer graag terugkeren in de maatschappij. En ik was vroeger onderwijzeres en ik wil weer graag terug in het onderwijs. Er zijn veel mensen nodig. En een gewone schooljuf, dat zal moeilijk worden. Maar een speciale leerhulp, ja, zoals dat tegenwoordig heet, daar is behoefte aan. Daarom volg ik een cursus voor remedial teacher. Verder ben je ook gek op nieuws. Niet iedereen is gek op nieuws, want er zijn toch vaak vervelende dingen die verteld worden. Ik wil graag weten hoe het er in de wereld voor staat. Dus ik heb wel een brede interesse. Ja. Oké, leuk. Nou, misschien gaat het heel goed helpen, want hier zitten toch veel nieuwsfeiten in ook. Ik hoop het. Oké. Nou, veel plezier vanavond in ieder geval. Dankjewel. Dames en heren, mag ik een applaus voor Ineke Klaasinga. Al woont deze opleidingsadviseur in IJsselstein, Amsterdam is toch de stad waar ze haar hart aan heeft verpand. En binnenkort pakt ze haar boeltje weer op om weer in de hoofdstad te gaan wonen. Van kroeg tot theater, van vroeg tot later, is haar uitspraak over een goed avondje uit. Maar vanavond staat ze in Get the Picture. Hier is Esther Hoijmaiers. Hi Esther. Hi. Ook jij welkom. Dank je. Ik wil meteen met jouw uitspraak beginnen. Van kroeg tot theater, van vroeg tot later. Ja, graag. Betekent dat jij heel lang in het theater en de kroeg te vinden bent? Ja, of om en om. Om en om. Ja, kroeg, theater, kroeg. Een beetje zo. Ja. Heb je ook een favoriet genre waar je naar gaat kijken wat theater betreft? Ja, meestal wel cabaret. Ja. Ja. Jij gaat weer terug naar Amsterdam, hè? Je komt uit Amsterdam, ging naar IJsselstein en gaat nu weer terug. Welk gedeelte ga je wonen? Of heb je een huis gekocht? Of? Ja, we hebben een huis gekocht op Borneo-eiland. Dus een beetje een nieuw gedeelte op de eilanden. Ja, erg mooi. Ja, dat heb aan het water. Gehoord en gezien. Ja. Ziet er goed uit. Ja. Dus de jackpot kunnen we dan concluderen. Als jouw kant uitgaat, gaat, het moet in dat huis gestopt worden. Ja. Ja, leuk. Jouw zoontje, of jullie zoontje, is 3. Ja. Kevin, en die kijkt ook altijd Get the Picture. Hè? Ja, dat vindt hij fantastisch. Dan kijkt hij en dan hoort hij die geluidje. Tududududu. Poing, K. En hij doet alles na, letters na, zeggen, heel mooi. Ja. Ja, het is wel leuk dat de geluiden in ieder geval erg populair zijn bij kleine kinderen. Ja, heel educatief. Hè? Nou, ik hoop dat hij weer kijkt. Tenminste, waarschijnlijk is het naar de herhaling, of mag hij zo laat nog op? Ja hoor, als ik er ben wel. Oké. Nou, heel veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Dames en heren, een applaus voor Esther Hoijmaiers. Ronde 1, we kunnen er bijna mee beginnen, behalve dat onze computer natuurlijk nog moet bepalen wie van de twee kandidaten mag beginnen. En Esther, jij mag vanavond beginnen. Oké. Een O voor jou, Esther. Dit justitiële orgaan kennen we ook als parket of staande magistratuur. Officier van justitie? Nee, het Openbaar Ministerie. Oh. Ja. Ineke. Een V. Van 1 tot en met 12 november konden eigenaren voor de allerlaatste keer deze wapens straffeloos inleveren. Vuurwapens. Ja, goed. Een K. De landen op dit Oost-Aziatische schiereiland kwamen tijdens de Olympische Spelen 2000 uit onder één naam en met één vlag. Dat is Korea. Ja, is goed. Een W. Een thermonucleaire bom is beter bekend onder deze naam. Een waterstofbom. Ja.
een Z. Deze leersoort heeft een sterk wateropnemend vermogen. Dat is een zeemleer. Ja, dat is goed. Een bonusvraag. In dit land werd de eerste autosnelweg geopend. Ik denk in Duitsland. Ja, dat is goed. De B. Een tropische, snoekachtige roofvis. Een baars? Nee, een barracuda. Dat is. Esther. De H. Deze geleerde bestudeerde de Griekse oudheid, taal en letteren. Hortus? Nee, een Hellenist. Zeg maar helemaal niks. Ineke. Een K. Op dit dier is het Disney-stripfiguur Boris Boef gebaseerd. Wat voor een dier? De kat. Esther. Een C voor jou. Een gestandaardiseerde bak voor het transport van stukgoederen. Container. Ja, is goed. De L. De dit jaar overleden acteur Walter Matthau vormde in een aantal succesvolle films een onafscheidelijk koppel met deze Amerikaanse acteur. Ik weet het niet. De achternaam ging binnen L. Jack Lemmon. Ineke. Een bonusvraag voor jou. Zoveel maanden duurt de wintertijd. 3 maanden. 5 maanden. Ja, echt. Laatste weekend van oktober tot en met het laatste weekend van maart. Tijd, ja. Ik zit aan een kwartaal te denken. Ja. Esther. De G. Dit schilderij van Picasso gaat over een Spaans dorpje dat door een Duits bombardement helemaal vernield werd. Ineke? Guernica. Ja, dat is goed. Volgende vraag is voor jou. De S. Gotische kerken maken vaak gebruik van deze aan de buitenkant gebouwde muurverstevigingen. Dus aan de buitenkant gebouwde muurverstevigingen. Zijbeuken. Met een S. Sorry. Steunberen. Ah ja. Esther. Een S. Uit onderzoek is gebleken dat 76,7% van het in Nederland geconsumeerde vlees hier wordt gekocht. Slager. Nee, in de supermarkt. Oh, ja, ja. Dat doe ik ook. Ja, ja, precies. Want de slagerij komt op de tweede plaats met 19%. Ineke. Ja, iedereen gaat toch voor het gemak, denk ik. In de supermarkt heb je alles. Een E. De stad van PSV. Eindhoven. Ja. Het is een pauw. Ja, een pauw is goed. De eerste foto is gespeeld. Je staat op 85. Ineke tegen 5 van Esther. Maar we gaan aan foto 2 beginnen. De eerste vraag is voor jou, Esther. Een A. Vechtsport. Zo noem je trainen met als doel het lichaamsgewicht af te laten nemen om in de gewenste gewichtsklasse uit te mogen komen. Aftrainen? Ja. Een E. Van de 10 droogste bewoonde plaatsen op aarde liggen er 5 in dit land. Ethiopië? Nee, Egypte. Oh, ja. Ineke. De L. Deze rockformatie heeft een grote hit met Take a Look Around, de titelsong van Mission Impossible 2. Limp Bizkit. Esther. Een P. Tussen de baan van Mars en Jupiter bevindt zich een gordel met deze hemellichamen. Pluto.
planetoïden. Ja, is goed. Een bonusvraag voor jou, Ineke. Op deze dag wordt Sint Maarten gevierd. Dat is 11 november. Ja. Bonusvraag. Deze Nederlandse munt weegt 1,5 gram. Dat moet een dubbeltje zijn. Ja, dat is goed. Zo'n bonsai-plant. Ja, een bonsai-plant is goed. Nou, snel gezien. 50 gulden erbij, 155 sta je op. We gaan naar foto 3. Esther, jij mag ermee beginnen. Een K. Zij vertolkt de rol van Anita Dendermonde in Goede Tijden, Slechte Tijden. Sabine Koning. Die zit geloof ik al 8 jaar of zo. Of in ieder geval al heel lang in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ineke. Een A. Dit draait met 107.000 kilometer per uur om de zon. De aarde. Ja. Een bonusvraag. Deze vingers zijn in Friesland eetbaar. Duimpjes. Ja, ja, de duimpjes. Ja. Koekjes, hè, voor mensen die dat misschien niet weten. Een K. Vanaf 1 januari 2001 krijgt dit product een etiket dat waarschuwt tegen bacteriën en restanten van geneesmiddelen. Voedsel. Ja, maar met een K? Ja, oh ja. Ja, wel op de letter letten. Ja. Kip? Oh, ja. Wist ik niet. Ja, ik wist het wel. Ja, je wist het wel. Ja, alleen je zei het niet. Esther, jij mag verder gaan. Een G. Als je vanuit Enschede de Duitse grens overgaat, dan kom je deze stad als eerste tegen. Gronau. Ja, is goed. Ineke, een vraag voor jou nu. Of een eigen vraag, wil je antwoord om geven. Een bonusvraag. Het muziekinstrument van Frans Liszt. Piano. Ja, is goed. Het geluid van de versnelling, laatste foto van ronde 1 is dit geworden. Ineke. Ik denk toch dat het een brommer is. Een scooter. Nee, nee, nee. Dat is het niet. Kijk goed naar de voorkant. De linkerkant. Is het een lichtfiets? Nee. Nee, jullie zitten wel in de goede kant op te denken. Maar jullie mogen nog heel even kijken. Step. Ja, Esther, een step. 50 gulden erbij. En dan sta je nu op 50, want dit was de laatste foto. Dus de stand is nu 50 voor Esther tegen 170 van Ineke. En met die stand gaan we aan ronde 2 beginnen. En omdat Esther de steppen raadde, mag Ineke beginnen met de eerste foto in ronde 2. Een P. Maak af. De wet van Meden en Persen. Ja. Een L, cryptisch. Dit eet je met je ogen. Leesvoer. Ja. Esther. Een L, een ander woord voor vliegveld. Luchthaven. Ja. De B, cryptisch. Geld op je boterham doen. Beleggen. Ja. Met een V. Ander woord voor onderuit halen. Vernederen. Nee. Vloeren. Oh ja. Ja. Ineke. Een I. Dit is een eenvoudig woord voor complex. Ingewikkeld. Ja. De A, ander woord voor bewogen. Aangedaan. Ja.
met een L. Volksoverlevering. Legende. Ja. Een H. Deze bomen vangen veel wind. Hoge bomen. Ja. Weer een H. Andere vraag. Ander woord voor geneeskrachtig. Heilzaam. Ja. Nee, dat weet ik toch niet. Nee? Okay. Esther, jij mag verder gaan. Een G. Ander woord voor hoffelijk. Galant. Ja. Galant. Een B. Zo noemen ze in Engeland de tweede kerstdag. Boxing Day. Ineke. Bonusvraag. De afkorting van polyvinylchloride. PVC. Ja. Een L. Ander woord voor verveeld. Lusteloos. Ja. Of lamlendig. Ja. Lethargisch. Ook ja. Een Z. Ander woord voor heerlijk. Zalig. Ja. De N. Biologisch. Natuurlijk. Ja. Goed. Een K. Doordenkertje. Dit hout is mank. Kreupelhout. Ja. Goed. Een D. De muzikale biografie van een artiest. Nee, discografie. Dat wist ik niet. Esther. Een B. Dit moet je verzetten om een andere weg in te slaan. Bergen. Nee, van de uitdrukking is de bakens verzetten. Oh, God, ja. Ja. Ineke, komen we weer bij jou terug met de W. Ander woord voor ongelofelijk. Wonderbaarlijk. Ja, is goed. En nou moet je op de fotoknop drukken. Of je nou wil of niet. Mick Jagger. Nee, 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 die is Rod, het niet. Rod Stewart. Nee, ook niet. We gaan nu de vakjes omdraaien. En als jullie het weten, dan mag je weer drukken op de fotoknop. David Esther. Bowie. David Bowie is het wel, ja. En de foto van David Bowie levert jou 100 gulden op. Je staat nu op 180 tegen 300 van Ineke. We gaan aan de tweede foto beginnen. Ineke, jij mag ermee beginnen. Een H. Het tegenovergestelde van brengen. Halen. Ja. De N. Als je iemand wilt pakken, kun je hem hierop zetten. Op zijn nummer. Ja. De W. Ander woord voor registreren. Waarnemen. Ja. Een R. Zo noem je een groep wolven. Een roedel. Ja. Een B. Ander woord voor activiteit. Bezigheid. Ja. Met een P. Regenscherm. Paraplu. Ja. De B. Cryptisch. Deze zwemvogel brengt de post rond. Een bestel-eend. Ach. Ja, dat is cryptisch. Versnellingsgeluid alweer. Laatste foto van ronde 2. Succes allebei. Het gaat om een presentatrice. Vroeger deed ze top-op. Misschien zegt de Ooievaarshow je iets. Zeer bekende kop. Voornaam Leonie.
Ja, Sazia. Oh, ja. Druk op de knop moet je dan. Leonie Sazia. Ja. Zonde Esther, ja, maar zij drukte net laatst eerder op de fotoknop. Oh. Ja, je had het wel al gezegd, maar ja, degene die dan drukt en het dan zegt, die krijgt de 100 schulden erbij. Dus was de laatste foto, de stand is nu geworden. 180 voor jou Esther tegen 460 van Ineke. Esther zit erop. Helaas. Ja. Ik vind het ook jammer. Ik bedoel, echt heel veel kun je niet aanschaffen voor je huis op Borneo-eiland. Nou, dan lekker hapje eten dan. Ja, oké, gelukkig. Hartstikke bedankt dat je er was. Graag gedaan. Dames en heren, mag ik een applaus voor Esther Hoijmaiers. En met Ineke ga ik de finale spelen. Ineke, applaus voor jou. En je moet nu de finale gaan spelen. Net 460 gulden in ronde 1 en 2. Wordt erbij geteld 2460 gulden. Nou, best een leuk bedrag, hè? Voor zo'n eerste dag. Ja. Druk maar op de knop voor een letter. De H. Oh, ja. Ik had echt alfabet doen, dat ben ik kwijt. Heel veel succes. Dankjewel. Deze minister was afgelopen augustus en september geveld door een legionella-besmetting. Hermans. Nee, Herfkens. Evelien Herfkens. Dit bekende model is de moeder van Elizabeth Jagger. Deze kreeftensoort gebruikt het huisje van een slak als bescherming. Een heremiet. Ja, is goed. Zo noemde het vrouwtje van hoendervogels. Een hen. Ja, de eerste musical van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. En een H? Ja, weet ik niet. Dit betekent HH op een Duits nummerbord. Dus twee H's. Weet ik ook niet. Deze Europese taal behoort tot dezelfde talenfamilie als het Fins en het Estisch. Oost-Europees. Nee, Hongaars. Zie je het nu? Ja, zetsleutels. Ja, kruissleutels. Weet je wel, waar je je banden mee... Ja, zetsleutels. Ja. Zonde, Ineke. Ja, helaas. Maar ja, morgen kom je gewoon weer terug. Dat is wel leuk, toch? Oké. Dan ga ik je even de antwoorden geven. Het bekende model is Jerry Hall. Zij is de moeder van Elizabeth Jagger. Papa is Mick Jagger, natuurlijk. Heremiet kreeg het hartje. En hartje Heerlijk duurt het langst. Ja. Dat is de eerste musical van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. Hansestad Hamburg, dat betekent HH op een Duits nummerbord. En Hongaars, dat was de laatste. Ja. Jammer. Ja, hè? Nou ja, morgen weer een nieuwe kans. Toch? We gaan het weer proberen. Dames en heren, mag ik een applaus voor Ineke Klaasinga. Morgen ziet u ons weer terug. Zelfde zender, zelfde tijd. Graag tot morgen.